Wolter Kroes vertelt in de Sterren NL special onder andere over zijn eerste optreden als kind. Er stonden allemaal oude Amsterdammers, die stonden letterlijk te huilen daar in die kroeg. Van wat gebeurt hier, dat kleine jochie? Het drukke leven als artiest. Want dat is ook een dingetje, hè. Ik was natuurlijk altijd, ook toen altijd al weg. En waardoor ik soms al eens vergat dat ik mijn kinderen ook nog had. En de bijzondere band met zijn vader. Ik denk, nou, als ik dat liedje opneem, dan raak ik hem. Nou, die hadden we dus. Met z'n tweeën. Dat is mooi. Wat is het leven toch mooi. Kijk, aanstaande zaterdag 5:00 naar NPO 1.